Veel mensen maken een wandeling tijdens een lunchpauze. Maar de Radboud Universiteit doet er toch even een schepje bovenop. Medewerkers en studenten gaan samen op pad om de vogels op de campus te tellen. Om te kijken hoe het gaat met de vogelstand. We organiseren dit één keer per jaar. En we willen graag weten welke vogels hier leven. En tegelijkertijd willen we kijken van hoe we het nog meer aantrekkelijk kunnen maken voor vogels om hier zich te vestigen. We hebben vogels geteld met een groepje collega's hier op de campus van de Radboud Universiteit. Vooral kauwen, die zitten hier veel, maar ook duiven, specht, boomklevers, koolmeesjes. Ja. Tijdens de vogeltelling krijgt de groep ondersteuning van het SOVON, een kennisinstituut voor vogels in Nijmegen. Via een app noteren ze alle vogels die ze tijdens de wandeling tegenkomen. Heb ik contact met iemand van SOVON, Jelle Abma. Die helpt mij daarbij. Dat is een wetenschapper, die weet dat precies. En we zijn in drie groepjes uit elkaar gegaan. Dat gaat met kilometervakken. En hij heeft een app voor ons. En in die app registreren we de vogels die we zien of die we horen. En zo wordt het ook landelijk in de database opgenomen. Ja, universiteit en ziekenhuis hebben samen een biodiversiteitsbeleid. Dat wil zeggen dat we het terrein zo goed mogelijk toegankelijk maken voor vogels. Dat er ook te eten is, dat er broedplekken kunnen zijn, dat er schuilplekken zijn, dat er water is. Zo ook dat. De vogeltelling op de campus van de universiteit is een goede opwarming voor aankomend weekend. Dan is de nationale tuinvogeltelling. En dat is ook de reden dat wij dat nu hier gedaan hebben. Om mensen warm te krijgen om dat in hun eigen tuin ook te doen. De tips die staan allemaal op de website van het vogelbescherming. Dus daar kun je het gewoon zien. Ja, ik heb ook wel eens met de tuinvogeltelling meegedaan. Dus dat is dan in je eigen achtertuin. Maar hoe pak je zo'n telling aan? Gewoon welke soorten je ziet. En als je twijfelt over een soort, dan meestal zoek ik het dan gewoon op internet. Dus een kraai en een kauw, die lijken erg op elkaar. Maar een kauw, die zitten vaak in groep bij elkaar. En een kraai, die gaat vaak in zijn eentje. Nou, dat heb ik dan vandaag weer geleerd. Vond ik leuk.